Hallo. Van oudsher kleeft de term bananenrepubliek aan Zuid- en Midden-Amerikaanse landen. Als je kijkt naar boeken en films uit de 20e eeuw, dan vliegen de stereotypen je om de oren. Zoals in The Dictator en het komische Bananas van Woody Allen. Al sinds de tweede helft van de 20e eeuw wordt de term bananenrepubliek ook gebruikt als mensen kritiek hebben op hun eigen land. Als de politieke of financiële corruptie onderwerp van gesprek is. Zo gebruikt onderzoeksrechter De Dekker uit de roman Het Goddelijke Monster van Tom Lanois de term om de politieke situatie in zijn eigen land België te analyseren. Iedereen dekte iedereen en iedereen dacht dat hij er zelf beter van werd. En iedereen dacht dat het niet anders kon gaan dan zo. En zo draaide heel de wereld naar de knoppen. Een perfect systeem. En het is een systeem dat De Dekker wil gaan ontmantelen. En daarvoor duikt hij in de wereld van de familie De Schrijver. Bestaande uit bankier en ex-minister Herman De Schrijver, zijn broer de tapijtkoning Leo De Schrijver, zijn vrouw Elvire, zijn vier kinderen, zijn drie zussen en nog wat aangetrouwd volk. Maar deze familiegeschiedenis, dat tegelijkertijd een satire, een klucht, een spiegel van de samenleving is, begint met een ongelukkige moord in de eerste alinea. Katrien De Schrijver schoot haar man dood, per ongeluk. Ze wist dat geen mens haar zou geloven, maar het was een malheur. Dom, abrupt en onherroepelijk. Typisch iets voor jou, zou haar man hebben gebruld. Indien hij nog had kunnen brullen. Die laatste twee zinnen laten zien dat het goddelijke monster een vertelstem heeft die spot met zijn personages. Lanois laat zijn verteller erboven zweven, maar duikt net zo soepel in de gedachten van zijn personages. En hij wisselt stijl en taalgebruik af. En wie bekend is met deze schrijver weet dat hij van een brede aanpak houdt en niet terugdeinst voor het uitdijen van zijn verhaal. Door de verschillende stijlen die Lanois in het goddelijke monster gebruikt, sereen, plat, komisch, vlot, satirisch, overtuigt hij je wel van zijn vermogens. Naast de verwijzingen naar de toenmalige politieke actualiteit, die overigens organisch in het verhaal passen, zijn er overheersende thema's zoals de verwrongen familierelaties en het eeuwige spel tussen schijn en werkelijkheid door Lanois op de meest diverse vormen in zijn verhaal verwerkt. Terwijl Katrien wordt opgepakt en ondervraagd, haar vader en oom hun corrupte zaakjes veilig proberen te stellen, twee broers elkaar op hilarische wijze ontmoeten in een darkroom, dat wordt beschreven als een Griekse mythe in de onderwereld, de doden ook personages zijn, verwijst Lanois in deze roman ook naar zaken uit de werkelijkheid, naar het Belgische nieuws uit de tijd dat deze roman verscheen, waarbij vooral het oppakken van de kindermoordenaar Marc Dutroux het meest opvalt. En daaruit blijkt dat Lanois met deze roman de Belgische ziel heeft willen treffen, zij het overwegend negatief. Het Goddelijke Monster werd het eerste deel van zijn monstertrilogie dat ook omgezet zou worden in een televisieserie. Het is een gedurfd literair product waarin de sociale verhoudingen samengaan met een veelzijdig stilistisch familie-epos. Een veelbelovende jonge man die grote werken als de Metamorfose van Ovidius leest. Hij is wat in zichzelf gekeerd. Maar eenmaal op de middelbare school, het Stedelijk Gymnasium, wordt hij geroemd door de docenten. Maar vanaf zijn 14e begint het te rommelen. Hij krijgt foute vrienden en na het zoveelste incident wordt hij van school getrapt. Een tekenend incident, want tijdens de les kroont hij zichzelf als grote dichter die veel beter is dan al die armzalige krabbelaars die in de les werden behandeld. Deze jongen, een beroemde dichter, is Victor Tristan en hij is het object van een zoektocht in de roman Alles over Tristan van Tom en Wieriga. Hij maakte furoren met twee dichtbundels, maar raakte vervolgens langzaam in de vergetelheid. En 17 jaar na zijn dood is het de hoofdpersoon Jacob Keller die zijn ultieme biografie wil gaan schrijven. Deze biograaf Keller komt op sporen terecht waarin hij feiten ontdekt die nog niet bekend waren over de dichter Tristan. En hij wordt tegengewerkt, bijvoorbeeld door een weduwe van een hoogleraar die eerder over Tristan heeft geschreven. Laat uw hoop maar varen. En ik weet niet wat u met Tristan wilt, maar u lijkt erg in hem geïnteresseerd. Die invloed heeft hij op jonge mensen. Maar ik zeg u, er is veel dat u nooit zult weten. Nooit. En als u het wel zou weten, zou u erover zwijgen. Deze uitspraak van de weduwe blijkt een voorspelling te zijn, zoals ook de horoscoop die Keller merkwaardig genoeg laat maken een voorspelling bevat. Keller blijft steeds op zoek naar informatie en daarmee wordt het een echte kweeste, een zoektocht met mythische proporties waarbij Keller verliefd wordt en intieme familiegeheimen zijn en hij zelfs langs een soort blinde ziener moet, zoals we die kennen van de Griekse held Odysseus. Dat plezier zit hem namelijk vooral in de constante spanning, veroorzaakt door voortdurende onvoorziene wendingen. De biograaf Keller gedraagt zich in dit boek van Wieriga als een schatgraver, iemand die er belang bij heeft om geheimen te ontdekken, die dicht op de auteur wil zitten, maar daarmee ook een ongenode gast is en zijn eigen naaste schaadt.
Met de ontdekking van al die geheimen van Circus Tristan vraagt Keller zich af of hij ooit alle geheimen kan ontdekken. En hij realiseert zich dat hij geen vreugde meer haalt uit de zoektocht. En daarom berust hij zich in de mythe van de schrijver. En daarmee laat hij de fans van Tristan in de waan. Zij die graag de gedichten interpreteren aan de hand van de biografische informatie van de dichter, die zonder dat ze het weten foutief blijkt te zijn. En dat doet je wellicht afvragen in hoeverre we zelf niet telkens weer misleid worden door een mythe rondom een schrijver, een acteur of muzikant. Als er iets is wat ik me lastig voor kan stellen, dan is het wel hoe je je moet voelen als 15-jarig meisje in het buitenland dat wordt uitgehuwelijkd aan een man, een familielid die in Nederland woont. En kun je dan überhaupt nog wel gelukkig worden als importbruid? En waarom doet je familie je dat aan? In de roman De Importbruid van Hülya Sikdem heeft de schrijfster haar eigen ervaring gebruikt. Want zij was zo'n 15-jarig Turks meisje dat in Nederland kwam in Tilburg om te trouwen met een Turkse man. Het verhaal begint in medias res, oftewel midden in het verhaal. Hoofdpersoon Ruya zit op haar eigen bruiloft met haar kersverse man Kaan aan haar zijde. Ze gaat met haar man inwonen bij haar schoonouders, waar haar schoonmoeder, steeds Kainanam genoemd, de scepter zwaait. En dit huis wordt een soort gevangenis waar ze steeds meer de strijd moet aangaan en dat uiteindelijk leidt tot een zelfmoordpoging. Het lijkt me een goed idee om het hele potje leeg te slikken. Dat zal iedereen, maar vooral Kainanam, laten schrikken. Misschien mag ik dan weer naar school. Gelukkig voor Ruya heeft ze twee uitvluchten. Ten eerste het werk in een naaiatelier, waarvan ze het geld steeds moet afdragen aan haar schoonmoeder. En haar lessen Nederlands, waardoor ze uiteindelijk een kantoorbaan krijgt. Een slechte schoonmoeder, een jong meisje dat hard moet werken. Het lijkt haast wel assenpoester. Maar dan wel eentje die stiekem rookt met haar schoonzusjes, pornofilms kijkt met haar man en zichzelf laat verleiden door een collega. Alhoewel het verhaal vlot is geschreven en de ontwikkeling van de hoofdpersoon geloofwaardig beschreven is, maakt het verhaal toch geen diepe indruk. De schrijfster kiest consequent voor gênante en pikante waarheden. De importbruid leest soms als een brochure hoe migranten vooral niet moeten integreren. En in gesprekken worden de nuances van de islam ook besproken. Ruya heeft hierin de positie van de verlichte geest, de slimme meid. Maar tegelijkertijd gaat het hier om een jonge moeder die haar eigen kind verwaarloost en die het normaal vindt om slaande ruzie te hebben met haar man. De moraal van het open einde lijkt dan ook te zijn dat alleen egoïsme een importbruid kan redden.